Renny, vertel, je hebt 8 jaar geleden heb je een herseninfarct gehad. Ja. Neem ons even mee terug naar dat moment. Maandag, ik stond op en het voelde niet goed. Toen ben ik donderdags ben ik pas naar de huisarts toe gegaan. Mijn been wilde niet goed meer. Duizelig, concentratieproblemen. Toen ben ik naar de huisarts toe gegaan. Die heeft mij doorgestuurd naar het ziekenhuis. Ik ben op de eerste hulp terechtgekomen. Mm-hmm. Toen zijn we, ben ik gelijk naar de 24-uurs zorg gegaan. En toen heb ik 2 weken in het ziekenhuis gelegen. Heerlijk weer. Het zonnetje schijnt, wat willen we nog meer? Wat is eigenlijk het verschil tussen je leven nu en toen? Van nu en toen. Van toen naar nu. Mm-hmm. Niet meer naar de Efteling kunnen. Niet meer even lekker gaan shoppen. Mm-hmm. Met je zusjes. Het werk is minder geworden. De boodschappen halen in de winkel, dat is anders geworden. Ja. En vooral als een winkel alles heeft opnieuw ingericht, dan weet je het gewoon niet meer. Dan nee. Ja, ben je de feeling kwijt. En hoe gaat het wandelen eigenlijk? Op zich goed, ja. Want je vertelde dat je ook wel eens met een rollator loopt? Ja, dat klopt. Als mijn been niet echt wil, mm-hmm. dan heb ik meer kans om door mijn been heen te gaan. Yeah. Dus dan loop ik met de rollator. En nu gaat dat goed, nu wij hier zo aan het wandelen zijn? Ik loop nou wat breder. Ja. Als de normale mens eigenlijk. Dus om de stabiliteit te bewaren voor mij. In een van die huizen? Ja. Ja. Hoe lang heb je daar gewoond? 8 jaar. En de wandelgroep is dan echt specifiek bedoeld voor mensen met NAH? Ja, dat klopt. Mogen ook andere mensen zich aansluiten? Liever niet. Want? Waarom niet? We hebben deze groep opgericht voor speciaal voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, mm-hmm. NAH. Zodat we meer contacten hebben met onze eigen lotgenoten. En dan kunnen jullie met elkaar de ervaringen delen? Ja. En dan kunnen we erover praten en sparren met elkaar. Als ik te veel heb gedaan op een dag, dan kan ik 2 dagen plat liggen. Ja. Kan ik gewoon niks meer. Nee. Dan als ik nou zeg maar een uur, anderhalf uur heb gewandeld en ik heb het niet opgebouwd, dan kan ik s'avonds mijn eten niet meer koken, zeg maar. Heb je nog last van je been dan? Ja. Nou Renny, het rondje is rond. We zijn weer terug bij de Bogart. Ja. Hoe voel je je? Hoe gaat het? Goed. Moe. Voldaan. Nou, dat is fijn om te horen. Ja. Ja. Volgende week weer een nieuw rondje. Volgende week weer een nieuw rondje. Bedankt dat we mee mochten lopen. Ja, jullie ook bedankt. Dankjewel. Dank je.